overal. Nou, tof. Maar jij ziet er altijd tof uit. Ik denk dat ik wat talent heb voor fotografie. Hoi. Hi. Hi. Je moet dingen gewoon goed plannen. Als ik iets niet leuk vond aan jou, dan zou ik het gewoon zeggen. Je kan echt niet zingen. Ja, ik dacht namelijk dat ik best wel goed kon zingen. Het enige wat ik bedoelde is... Ik maakte maar een grapje. Ach. Mama en papa moesten plotseling naar oma toe. Want ze vinden Haley en haar zus maar stom. Je moet gaan. Oké. Okay. Ging het nog met die meubels gisteren? Dat je hem gewoon weg wil hebben? Of nou ja. Hé, hey. Ik wilde gewoon niet het risico lopen. Ja, waarom nodig je me dan uit naar de winkel? Dat ik alleen naar de winkel mag komen als je zussen er niet zijn? Ik zorgde er juist voor dat het niet gênant werd. Oké, kom. Ja, het is gewoon allemaal veel te ingewikkeld. Hé, wist of ik het wel wilde met die geheime relatie en zo? Ja, een relatie moet gewoon leuk zijn en die geheime verkering... Dus dat met Linda vond jij best wel oké. Wat weet jij van Linda? Zij zoende mij en... Ja, ik begrijp ook wel dat je haar niet wou zoenen. Onze zussen, die zitten... Ja, maar we moeten ons gewoon niks aantrekken van onze zussen. Kijk eens, Assepoester. Ik ben schoner dan jullie tweeën bij elkaar. Pardon? Wacht maar tot hij een vriendin krijgt. Dan weet hij het opeens wel allemaal. Zijn jullie niet veel te jong voor dat gedoe? En als jullie volwassen zijn, dan kunnen jullie gaan trouwen. Sta je nou te dromen? Ik ben aan het nadenken. Vind jij dat je als familie alles tegen elkaar moet zeggen? Van de familie verwacht ik wel dat ze eerlijk zijn, ja. Wat doet zij hier? Ja, dat vraag ik me ook af. Waarom doen jullie zo onbeleefd? En wat is er aan de hand? We wilden vertellen dat we iets hebben. Een verkering dus, zeg maar. Wat? Jullie hebben ruzie met Haley's zus. Wij hebben er niks mee te maken. Is familie dan zo belangrijk voor je? Ophouden allemaal. En ik bepaal hier wel wie wel welkom is hier en wie niet. Ik hoop dat je honger hebt. Ik was erg bang geweest dat mijn vader het niet oké zou vinden als ik een vriendin zou hebben. Sorry voor het gebrek aan fatsoen voor mijn dochters. Geef niet. Natuurlijk reageren ze zussen moeilijk. Dat was wel te verwachten, maar die trekken wel bij. In ieder geval hoeven we nu niet meer te sneaken, dus... Al met al ging het best wel oké. Seks!